Yes, mensen. Ik heb net gevoetbald met deze legend, Ruud van Nistelrooy. Hij was topscorer met PSV in de Eredivisie, met Manchester United in de Premier League en topscorer met FC met Real Madrid in de Primera División. Jawel. Si, senor. En we hebben net een potje gevoetbald. Straks gaan jullie een paar beelden daarvan zien, maar nu eerst waarom ik hier ben. Hij heeft de foundation opgericht met als initiatief Ruud van Nistelrooy Academy. Dan gaan ze op zoek naar talenten bij jongeren, samen met verschillende trainers, coaches en begeleiders. Ik heb een foto hier zo, die ga ik je even laten zien. Samen met Cristiano Ronaldo. Ja. En toen was je al bezig met het helpen van kinderen. Ruud, waar komt dat vandaan? Ja, het gaat erom dat je terugdenkt aan mijn eigen jeugd en hoe ik kansen die ik heb gehad om proefvoetballen te kunnen. En dat wil ik gewoon aan alle kinderen kunnen bieden, die kansen, hun talenten te ontdekken. Maakt niet uit wat ze kunnen, waar ze goed in zijn, maar dat kunnen ze bij ons ontdekken en verder ontwikkelen. Oh, dus Ruud van Nistelrooy, my man. We gaan zo meteen een paar kinderen vragen aan je stellen. Je moet scherp zijn, dus ik ga even een testje met je. Ja, is goed. Kan je deze zin uitspreken? De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Nee, hè? Spaans, hè? Luister jij naar Justin Bieber? Als het op de radio is wel. Als ik in de auto zit, maar niet als ik zelf een liedje kan aanzetten. Dan niet. Ruud van Nistelrooy luistert naar Justin Bieber. Hoe vet is dat? Ik heb ook een tijdje heb ik dat verstopt, maar nu kom ik daar gewoon vooruit. Rens, jij had ook een vraag voor hem. Slaapt u met sokken aan? Nee, ik doe echt mijn sokken uit. Echt altijd. Ik heb nog nooit met sokken aangeslapen. Jij? Ook niet? Oh, blote voeten. Wie had nog meer een vraag? Ja! Kan je de dab? Zo, pas op. Watch her do it there. Watch her do it there. I move her side to side. Don't mind her leg. Hallo. Ja. Hij was gruwelijk, man. Met zijn academy. Ze zijn dus op zoek naar talenten bij jongeren die ze misschien zelf niet eens ontdekt hebben. En kijk eens hier achter mij wat voor vette foto's. Dit was zijn laatste wedstrijd bij Malaga, hier bij Real Madrid. Mag ik nog
En Nederlands elftal natuurlijk. Hier samen met Cristiano Ronaldo. Ja, die jonge Cristiano Ronaldo. Hier had hij een heftige blessure. PSV. En uiteindelijk bij Den Bosch, waar het allemaal is begonnen. Hey, en ik heb een vet cadeau gekregen van Ruud van Nistelrooy. Want kijk, als het gaat om talent ontdekken, is het ook belangrijk om doelstellingen te schrijven. En hij had zelf een boekje waar hij zijn doelstellingen in schreef. Zo'n boekje heeft hij ook aan mij gegeven. Er zit ook iets in. En ik moet zeggen, dat is super vet. Ik had net al stiekem gelezen. Dus zo spontaan is het niet meer. Maar het staat: beste Sofiane, bedankt dat je mijn foundation wilde openen. Graag nodig ik je uit om samen met mij naar PSV Bayern München te gaan op 1 november als dank voor je inzet. En dan nog een handtekening van Ruud van Nistelrooy. Hey, het was een korte vlog, maar hopelijk vond je het tof. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zag wat comments over de vraag: wanneer maak je de winnaar bekend van de schoenen van Jorrit Hendricks? Ik zou zeggen, ik maak dat bekend op mijn Snapchat. Toezani7 komt nu in beeld. Dat is mijn Snapchat. Tot de volgende keer. Adios. Later. Wat doen jullie opeens hier? Dit was niet de bedoeling. En nu wegwezen. Nee. Grapje.